Dinja, 71, 8, je kwam van je paard 70. Af en je kreeg het ene compliment naar het andere. Tia, was je zo blij? Ja, ik was heel blij. Ja, ik was super tevreden, uiteraard. Ik denk dat het nog beter kan. Maar ja, je moet altijd wat de wensen overhouden. Maar ja, het is, zijn allebei 9-jarige paarden. En ze lopen eigenlijk nagenoeg foutloze proef. Dus ja, super blij mee. Ja, zeker. Je zei, ik moest er wel voor werken. Ja, klopt. Ja, het komt allemaal niet vanzelf. Hè. En ja, weet je, ze kunnen ook wel eens een soort nog lichter voelen. En nee, ik moest wel een beetje aan werken. Maar ja, ik ben gewoon top blij mee. Ik denk dat iedereen die dit filmpje kijkt en die zelf paard redt, denkt van ja, hallo, wij moeten er ook allemaal ja, aan nou, werken. Precies dat. Ja, het komt echt niet vanzelf. Nee. Nee, inderdaad. Maar wat zit er in het vat? Wat kan dit nog worden? Ja, ik denk dat er nog echt wel wat schoonheidsfoutjes uitgepoetst kunnen worden. Dat het echt, ja, ik denk dat hij echt nog wel een paar procent hoger kan scoren. En wat ik al zei, hij is nog maar 9 jaar, heeft nog helemaal niet zo heel veel Grand Prix proefjes gelopen. Maar toch dan gewoon al iedere keer zo stabiel eigenlijk allebei zo rondlopen. Maar er zijn nog wel gewoon kleine dingen die wel echt nog beter kunnen. Ja, morgen is dan de kuur. Wat verwacht je daarvan? Ja, heel spannend, want ik heb een nieuwe kuur laten maken. En ik heb eigenlijk door Accent Music. En ik heb eigenlijk, denk ik, wat weinig voorbereidingstijd daarin gehad. En ja, ik heb wel echt even gericht op de special. Dus dat vond ik wel het belangrijkste, de proef van vandaag. Maar nee, ja, ik heb er heel erg veel zin in. Want ja, het wordt de eerste keer en het is echt een super mooie kuur. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ja, want wat zijn je doelen voor dit jaar? Waar werk je naartoe? Nou, mijn doelen zijn vooral eigenlijk, ik probeer niet heel ver vooruit te kijken, maar ik probeer meer op het moment, zeg maar, te focussen. En dat is dan nu natuurlijk het NK. En dan is eigenlijk wel ja, mijn doel, ik hoop heel erg een medaille te halen. Dat was wel mijn doel. Maar goed, sowieso met allebei de paarden goed rijden, dat is een doel aan zich, zeg maar. En ja, dan de volgende wedstrijd is Rotterdam. Dus dan wil ik me eigenlijk vooral op Rotterdam focussen. Ja, en als je een medaille haalt bij het NK Dressuur, dan weet je dat er misschien ook wel iets anders aan zit te komen. Ja. Later dit jaar, ben je daarmee bezig? Ja en nee. Kijk, ja, tuurlijk ben ik daarmee bezig, want dat is natuurlijk ja, waanzinnig en mega gaaf als dat er echt zo van zou komen. Maar ja, wat ik al zei, ik wil niet te ver vooruit kijken en ik wil eigenlijk gewoon focussen en ja, meer korte termijn doelen stellen. En ja, als ik dan natuurlijk inderdaad NK goed zou rijden, als het Rotterdam goed zou lopen, ja, dan zit misschien wel Tokio erin. Maar ja, ik wil daar niet op focussen, ik wil gewoon op dit moment goed rijden en nu focus ik vooral op de kuur morgen. Ja. Nou ja, ik vraag het. We hebben elkaar na de Olympische Spelen van Rio gesproken. En toen zei je van, ja, ik maak een beetje zorgen over de dressuur op de Olympische Spelen. En ik zou het zo jammer vinden als ik zeg maar nooit op die Olympische Spelen zou kunnen komen. Ja. Nu komt het wel dichtbij. Ja, nu komt het dichtbij. Ja, we hebben even een paar stappen extra gezet inderdaad. Ja, het valt nu allemaal gewoon heel mooi op zijn plek. En het is heel hard werken, maar het is ook een klein beetje geluk natuurlijk, uiteraard. En ja, als alles dan op zijn plek valt en het gaat goed, ja, dan zou dat natuurlijk helemaal waanzinnig zijn. Maar ja, wat ik al zei, ik wil eigenlijk liever niet te ver vooruit kijken. Denk je dat het ook voor jou, zeg maar, dat je geeft een beetje een nieuw elan, zeg maar, aan zo'n ploeg, denk je dat dat ook kan meespelen? Ik hoop het. Ik hoop dat Hans-Peter en Edward het leuk zouden vinden als ik mee zou gaan. Maar ja, ik kan denk ik wel met beide heren goed overweg. Dus nee, ja, wat dat betreft zou dat wel een gezellig team worden, denk ik, ja. Eventjes een stapje naar het buitenland. Vandaag in Duitsland is Jessica van Bredow-Wendel Duits kampioen geworden met 93% ja. In de kuur. Ja, dan moeten we toch nog even iets oefenen misschien. Maar nou ja, goed, oké. Okay. Ik heb de kuur nog nooit gereden. Ik heb een vrij hoge moeilijkheidsgraad. Ik denk, ja, als alles echt wil lukken, dan ja, we gaan het zien. Ik focus vooral op mezelf en op mijn paarden. En dan zien we het wel. Ja. Dan eventjes tot slot inderdaad jouw kuur. Geef eens een tipje van de sluier. Wat kunnen we verwachten morgen? Nou, we kunnen denk ik wel iets verwachten wat mensen normaal niet bij mij verwachten. Oh, normaal heb ik altijd wel hele moderne kuren en schrik ik wel een soort iedereen wakker. Ik heb wel voor deze Grand Prix kuur is misschien iets serieuzer dan wat mensen van mij verwachten. En ja, ik wou vooral veel dramatiek erin, zeg maar. En dat het echt ja, gewoon echt een hele mooie kuur is. En ja, ik hoop waarom gewoon echt dat... Ik vind dat in de Grand Prix wel het mooist. Ik vind in de Grand Prix het mooist als je echt
klein, ja, er moet een beetje meer emotie bij komen. En ja, ik wil eigenlijk echt een kuur rijden die mensen kippenvel bezorgt. En ja, daar hoort denk ik een beetje dramatische muziek bij. Dus. We zijn heel erg benieuwd morgen. Ja, ik ook. Heel veel succes. Dankjewel.